René Vroeger, de iconische volkszanger, blikt terug op een aanbod om dertig jaar geleden deel te nemen aan de musical Les Miserables. In een recente aflevering van het Afrotros-programma Beste Zangers werd Vroeger gevraagd of hij ooit in een musical zou willen spelen. Hij onthulde dat Joop van den Ende hem destijds benaderde, maar Vroeger bekent eerlijk dat hij denkt dat hij een beetje te egoïstisch is voor zo'n podiumervaring. Zijn perspectief op het delen van het podium lijkt beperkt tot zijn soloprestaties. Recentelijk deelde René Vroger een ontroerende onthulling over het huwelijksaanzoek van zijn dochter Natasja Vroger. In een interview met de Telegraaf vertelt de zanger over het speciale moment waarop Matthijs Timmermans toestemming vroeg voor het huwelijk. Als enige op de hoogte van de plannen van zijn toekomstige schoonzoon, maakte Vroger het moment extra bijzonder. Het traditionele verzoek om de hand van zijn dochter bracht zelfs tranen in de ogen van de trotse vader.